Een wisseling van de wacht op het lange voorhout in Den Haag. De Amerikanen hebben inmiddels hun intrek genomen in de nieuwe Amerikaanse ambassade in Wassenaar. En dus geven ze het gebouw met de bijbehorende grond terug aan Den Haag. En maakt deze vlag plaats voor deze. Mr. Ambassador, how does it feel to lose this piece of American property here? Well, you know, clearly this has a place in a lot of people's hearts. We had people here who worked here for over 30 years. But having a beautiful facility in Wassenaar is also kind of nice. And knowing that this building will be repurposed, you know, a fine Dutch tradition, is a nice accomplishment. My honor to present you with the functioning key that opens the front door to the U.S. Embassy. Mevrouw Krikke, u bent een stukje Den Haag-rijker. Ja, Den Haag heeft een grote uitbreiding nu ondergaan. Want het grondgebied van de Amerikaanse ambassade is nu weer echt Haags grondgebied. En dat vinden we natuurlijk ontzettend leuk. Het college heeft grote plannen met het ambassadegebouw. De bedoeling is dat het omgebouwd gaat worden tot hotel en museum. Er is nu al een enorme verandering te zien hier. Gisteravond liep ik hier voorbij en toen zag ik voor de eerste keer dat de hekken eraf waren. En het grote verschil, dat je dan ook ziet hoe prachtig dit gebouw is, dat vind ik echt wel heel erg bijzonder. De vorm van de ramen, die komt echt overal in terug. Die komt terug in plafonds en die komt terug in beschotting. Dus de architect heeft er echt goed over nagedacht en heeft het echt een prachtig gebouw gemaakt. En door de hekken en door... Waarschijnlijk ook dat het iets te klein was. En door de vele beveiliging zag je de schoonheid van dit gebouw niet meer. En dat zie je nu wel. En dat vind ik echt heel fijn. De burgemeester heeft hoge verwachtingen voor de toekomst. Dit gebouw, nog mooier opgeknapt, wordt natuurlijk een parel in deze stad.